We maken de baan nog even extra nat. Voor je dit jaar en de droge humor van Ian. Tim is er voor de zekerheid naast. 40 km per uur? Nog geen instructies van Tim. Bel en bocht. We zijn maar geen bocht. Pas los! We zijn maar geen bocht. Nou, dit gebeurt er als we slippen. Volgens mij hoor ik paniek in de stem van Tim. Gas los! Gas los! Wat we nu doen, de auto gaat slippen. Dan sturen we tegen die kant op, dus gaat de auto corrigeren. En omdat je de koppeling intrapt en gas loslaat, duw je die achterkant niet voorbij de voorkant, maar corrigeert hij zich vanzelf. Koppeling intrappen, tegensturen. Afgesproken? Ja. En daar komt je dit jaar, die ergens op haar verlanglijstje een slipcursus heeft staan. This is the moment. Wacht. Geniet er later van. Nu uiterst gespannen, op is de concentratie en gaan. Kijk hem gaan. Ja. You did it, ja. Ja. Dat ging wel goed, ja. Vond je het leuk? Jawel, ja. Het was wel eng, hè? Ja, dat wel. Ja. Ja. Vooral die eerste keer. Ja, toen schrok zelfs Tim een beetje. Ik hoorde iets in de stem van Tim. Gas los! Ja. Dat was een soort strenge leermeester. Gas los! Als je een cijfer mag geven. Leercurve, gewoon een 9,5. Wow. Ja. Dus wat doen we als je in de slip raakt met een achterwiel aangedreven auto? Ja, gas los, koppeling in en sturen. Tegen. Ja. Gefeliciteerd. Ik ben echt trots op haar. Ja, toch? Ja. Ja. Kijk, geen gladde praatjes, oprechte trots. Vind ik mooi. Het is week 3, nu al. En voor het eerst bijzonder hoge cijfers. 10, 9, 9.